Moet je kijken, wat leuk, Thomas. Hè? SCE Event. Hè? Goedemorgen, middagavond. Goedemorgen, middagavond. Leg er aan wanneer je kijkt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Hebben Schreeuwkessing video. Yes. We zijn in Brabant. Ja. Op dit event dus. Het SCE Event. 10 jaar doen ze het al. Ja. Het zonnetje schijnt. En het zijn... de lucht is blauw. En de lucht is blauw, dus geocachen. Kom maar, go. Let's go. Let's go. Ja, we kunnen vandaag dus meer geocaches tegenkomen, omdat het event is. Ja. Maar wat leuk, goed verzorgd, hè? Jazeker. We waren net dus het boekje ophalen. Ja. Toen moesten we onze naam op, of mochten we onze naam op een vlaggetje loggen. Ja. Omdat er een feestje is. En we gaan nu kijken of we ze kunnen vinden. En ik zie al, ja, ik zie ook al wat hangen. Dit zou een goed begin zijn. Yes. Ah, oh, vet. Een fijne, die kan makkelijk terug gaan. Ja. Hou jij die vast? Hou het boekje vast. Leuk gemaakt dit, jongens. Ja, in het haakje moet wel, hè? Ja. Het waait een beetje, hè? Rustig aan. Ja! Ik weet niet of ze thuis zagen, maar hij is eraf. Oh jee. Bonjour. Hoppa. Mooi doosje. Dit is geen 3D-print, geloof ik. Kakelvers nieuwe logboek. Ja. Niet de eerste, hoezo niet? Nee. Maar niet het laatste. De SCF is de pakken. Oh! De SCF! Hey, tweede high plaats. Five! Heb eens! Hoppa, en check! Kan je dat zien? Dit is de eventlocatie hier. Leuk, jongens. Ja? Ja. Zo. Het is inderdaad groot. En een slot. En een slot. Maar de vraag is, wat moeten we doen, hè? Mooi, hè? Van Ralf en Thomas. Aurofobie. Fantastisch. Maar ja, we zijn er nog niet. Je moet een boekje even pakken, denk ik. Heb ik weer hand. Nou, dat is moeilijkheidsgraad 2.5. Zou moeten kunnen, denk ik dan. Yes. Hij is open. Toch. Dan gaan we even kijken. Wat zien we? Wow, die is mooi. Even kijken. Hey, zo'n spelletje, zo'n kast. Zo. Oh ja. Ik denk echt een kerstacht of zo. Of een sleutel. Denk ik. Dat is mooi gemaakt. En dan moet je dan echt inzetten, of niet? Huh? Wacht even. Is dat niet? Kijk, de sleutel ligt daar. Ja. Daar ligt de sleutel. Ja, gewoon doorgaan. Ja, gewoon doorgaan. Ja! Leg hier in de bak met de sleutel. Dan moet je al die munten. Oké, moet je wel ergens instoppen weer, niet? Ja, ja. Maar... het is echt mooi gemaakt, deze. De sleutel lag al daar, hè? Hier ligt de sleutel, helemaal achteraan. Oh, joh. Dat is wel eventjes geduld, inderdaad. Leuk, man, dit. Maar nog steeds geen sleutel. Munt stress hebben.
Ja. Dus je stopt een muntje erin. Zo. Een eigen geflipte sleutel. Bam. Je kent het van de kermis. Dit is echt een favoriet punt uit deze. Ja, zeker tof. Heel mooi gemaakt. One eternity later. Ja! Oh, waar is die? Waar is die? Ja, die kan niet verder. Waar is die? Die kan niet op achter liggen. Kijk. Nee, dan moeten we echt omhoog. Zijn we nou kwijt, mensen? Perfect, de sleutel weg. Dat zie je nog niet. Dat zie je nog niet helemaal. Ja! Wat zijn we dan? Ja! Dat was hè? Hebbes. Ja, je hebt twee erin, zeg maar. Ja. Gaat hij open? Helaas. Ja. Hij is open. Hij is open. Wat zien we? Wat zien we? Wat zien we? Wat zien we? Oh. Ja, het logboek. Het logboek. Prachtig logboek. En de grote vraag natuurlijk. Zijn wij de eerste? Ja, tuurlijk. Ja? Ik wel. Nee. Oeh, is iemand geweest? Maar wel een STF, een groep STF. Nou, ah, hartstikke goed. Hoe zeker we dan? Ja, precies, Thomas. Oh, hij is weer dicht, Thomas. Het is. Dat heel veel mensen toch kunnen loggen. Dat is ook het leukste, hè? Ja. Hè? En dan als tweede hier zijn en wat hebben we er een tijd in gestoken? Thomas is nu het volgende punt aan het opzoeken van deze route. Vertel eens even, waar gaan we heen? We gaan nu naar een. Iets met een USB-aansluiting. Die vorige, daar gaan ook heen dus. Oh. Ik denk dat ze er al zijn. Het is toch wel makkelijk als er meerdere mensen zijn. Dan hoeven we zelf jullie niet uit te vinden. Kijk, slot is eraf. Oh jee. Oh. Schiet de bal in het groene vak. De bal in het groene vak. Hé, hey, hoef niks te doen. Ideaal dit. Hé, lekker. Maar dan moet je schuin komen. Ja, dan moet in het groene vak. Hé, schiet er maar. Leuk. Ja! Dat was raak, code. Nou, dat was zo snel. Nou, dat zijn jullie, zijn ervaren knikkeraars. Indrukken. Dat je op. Hé, hey, kijk. Hebben we toch nodig vandaag? En dit is? Ja. Oh, jullie hebben de USB-kastje eraan hangen. Ja, een powerbank. Ja. Dan werkt hij, anders werkt hij niet. Ja. We weer een STF, ja? Misschien wil jij het nog even proberen. Ja, we willen even kijken of het werkt. Dan. Proberen of het bij ons ook goed in één keer gaat. Proberen. Hier zo, deze knikken daarin. En dan hieronder zit een. Kijk, dat maakt niet uit. Nee, geeft niet. We trekken eraan. Ja, daar gaat. Hey! Nee, nee. Oh. Nog een keer, want dan komt daar op de staan. Hij moet ergens in. Ja, hij moet hier in die groene. Oh, in de groene. Oké, okay, wat leuk. Als je kijkt, was het 22. Ja? Nee. Nog niet? Nog nou, u had wel een gelukstreffer net, hè? Ja, schijnbaar wel. Maar ja. Bij Sylvia dient je toch? Ja. Powerbank. Nee. Hij moet echt daarin. En we gaan niet eerder weg voor hij in de goede zit, hè? Daar gaat hij weer. Leuk. Die hadden wel geluk net. Ja, dat weet ik. Ik kan ze maar één keer. Yay! Yay! Die moet even blurren, die code natuurlijk, hè? Dat mogen we niet laten zien. Nee. Maar dan krijg je een code. En dan kan je het slot openen. 36, ja. 463. Kijk eens eventjes. Ja? Ja? 362. Het luikje gaat open. Kijk eens hier, wat mooi gemaakt op deze weer. Allemaal pareltjes. Zit er een logboek? Yeah. En wat zeggen we dan? Hebbes en check. Thomas, we zijn aan een groep aangehaakt. Ja. Wat een luxe is dit. Dat is ook leuk. Jazeker, waar mensen in het geocachen zijn. Ja. Mogen zo mee. Gewoon aansluiten en mee. Wat een avontuur. Hè? Ja, als je dat wil. Ja, heerlijk. Ja, ja.
sorteer ik al die geel kersen bij elkaar zo. Hè? Oh, stil zijn. Luisteren. We hebben de mensen achter ons gelaten. Ja. Wat aardige mensen waren dat, zeg. Ja. Hè? We hebben een aantal puntjes mee kunnen sprokkelen. Ja. Hey, want die andere kerstjes die waren echt moeilijk, hè? Ja, hadden wij niet gered. Hadden wij niet gered. Hoe mooi gemaakt is die, Thomas? Nou, hij is eruit. Alleen we krijgen hem toch nog terug volgens mij. Nee, wel. Even eventjes, maar de koker is er. De koker is zeker. Hebbes en check. Het regent, dus ons boekje wordt nat. Dit is de plattegrond. Kijk welk nummer het is. Ja, de laatste. Tim Kelvin. Engel. Dit is meer motor staan. 4 points in het midden, 10 meter van elkaar. Vis uit welke vis de juiste is. Oh. Hint, één van de vier. Dus één van de vis is juist. Ja. En dan? Eén van de vissen zit te cashen. Oh, denk je dat? Denk ik wel. Zullen we gokken welke het zou kunnen zijn? Ik denk deze. 2, 3 of deze. Kijk, hier hangt het dekseltje er half af. Oh, dat is wel leuk. Hé, hey, dit is hoe heet die vis? Oh, je kan het zien. Kijk. Dit is die vis, wat is die vis nou weer? Nemo? Nemo, ja. Oh ja. Nemo. Oh, die is leuk. Wacht even. Oh. Nee, is niks in. Nee. Nou goed. Wat komt daar aan? Een dikke vis. Hey. Oh. Dat bent toch. Nou. Flauw is het. Ja, heel flauw. Dames en heren, het is een dikke vis. Ja. Het is een dikke vis. Of hier dekst is. Ja. Ik denk dat hier een rogrol in zit. Of een sleuteltje, kan dat niet. Of een sleuteltje. Oh. Wat zit erin? Rustig. Wat zit erin? Ha, een rogrol. We hebben het toch? Hebbes en check. Check. We gaan naar de laatste geocache. Oh ja. Oh jongens. Kijk eens hoe dat op de bocht staat. Vind je het leuk, hè? Wat vind ik leuk. Welke bocht staat? Wat staat erop dan? Hier in het kruis. Ik zie het niet. Wat? Ja. De Efteling. Ja. We zijn gewoon in de buurt van de Efteling. Ja. Op die lange weg zijn we nu. Ja. En hier moet een kerst liggen. Die meter. Ik zie er wat. Ja.
kom hier. Paardje. Het meisje is ook nog een kijken. Pas bij de Efteling. Oh ja, inderdaad. Ja, het is gewoon zo makkelijk als we denken. De logboek in handen. En de stempel. En de stempel. Als we mee aan het hebben. Hebbes en check. Ja, leuk. Ik heb wel een blokje bij ons. Efteling pannenstoel, althans wat het erop lijkt. Een letterbox. We hebben een boekje bij met de stempels natuurlijk. Kijk, we hebben dus een letterboxboek. Hebben jullie thuis ook een letterboxboek? Een boek met allemaal stempels van letterbox. Even in de gaten houden van de regen, want anders dan worden ze nat. Huh? Ja? Kijk, dit de post. Ja, stempel maar gauw, want ja, heel goed. Ja. Ja, en één. S-C-E. Hij staat erop. Ja. Zo. Hartstikke. Ja, en hoewel het toch regenachtig is, zijn we toch dicht bij de Efteling. Hebben deze letterbox gedaan en hebben het eventje bezocht van deze helden. Het SCE event 2000. Oh, SCE, daar snap ik SCE ook. SCE event, goed. Kijk, gaat ie. De paddenstoel. Nou, met zeker. Met gaten erin. Roy wil het zeker zeggen, hè? Ja, hier gaan we zien. Hartstikke leuk. Nou, deze paddenstoel blijft in het bos. Wij gaan snel naar de auto. Het regent wat hard. Het regent veel te hard. Misschien even langs de Efteling en daarna naar huis. Ja. Maar vond jij het een leuke video? Nou, met een duimpje omhoog. Abonneer op ons snel. Belletje. Belletje. Inderdaad. En de leuke reacties achterlaten als je het zelf wil. Zeker. Zijn we niet voor niks in de regen gaan cashen. Dit was het voor deze keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Ga snel naar de auto.